Hoi allemaal. Ik ga frollers bakken. Zweedse broodjes. En dat ga ik laten zien. Dan kijk zo. Sorry voor de zooi hier. Het is hier altijd een zooitje. Zo. Want we zijn altijd wel bezig met iets. Mijn man is kaas aan het maken bijvoorbeeld. Maar frollers, hartstikke simpel en lekker. Wat je nodig hebt is bloem. Rozijnen of andere lekkere vulling. Gist. En warm water. Heel simpel. Ik ga het laten zien. Wat ik vergat te vertellen is dat je ook nog olijfolie nodig hebt. Wat je precies nodig hebt is 13 ml bloem. Dit is een kan die gaat tot 12 ml, maar ik heb een streepje gezet bij 13 ongeveer. Tot hier vul ik hem dan met bloem. Daar begin ik mee. We hebben meestal zo'n 60 kilo meel in huis. En dat komt omdat we ons eigen brood altijd bakken. En we midden in het bos wonen, dus we gaan niet voor een kilo meel of bloem naar de winkel. Het is ongeveer 13 milliliter. Makkelijkste rekenen als je geen weegschaal hebt of je bent ergens waar je geen weegschaal hebt. Tot je beschikking. Gaat altijd. Dat is de basis. Dan een theelepel zout. Maar het ligt een beetje aan je smaak. Dit is een 15 ml schepje. En daar doe ik de helft van. Zeg zo'n 7 ml zout. Moet ik iets hebben om te roeren? Ik vind het fijn om met hout te werken. Gooi nooit je gist direct op je zout, want dan verbrand je gist. Dood je gist. Roer eerst je zout er doorheen. Je kan je gist ook eerst een beetje laten werken, maar dat is niet zo nodig. Ik gebruik korreltjes gist. Ook dit is dat noemen ze een eetlepel. Maaltgeet in het Zweeds, 15 milliliter. Daar doe ik een hele van in. Dat staat gelijk aan een zakje droge gist. Die gaat de koelkast bij mij erin. Zo, die gaat ook weg. Hup, er doorheen. Nou heb ik een halve liter, dus 5 deciliter water nodig, warm water. Nou stoken wij op hout en mijn water is... ik heb meestal water opstaan. En ik hoor het ook, dus dat is waarschijnlijk te heet. 5 milliliter is bij mij... Daar, ook gewoon een streepje voor de duidelijkheid gezet. Ik vul hem tot 2 ongeveer met heet water. Ik vul het af met koud water. Waarom? Ik heb geen heet water in mijn kraan. Ik moet mijn eigen water opwarmen in de keuken. Dat doe ik door middel van mijn houtketel, houtoven hier. Als je je vingers erin doet, dan moet het zo zijn dat je denkt, oh, lekker. Zoals je een bad instapt, zeg maar. Heet, maar niet al te heet. Anders ook weer dood je je gist. Nou, dit kan er in één keer in. Ik bewaar een beetje, want soms is het gewoon te veel. En dan roeren we. Nou, het kan erbij, zie ik. Dit is vrij droog. Doe eerst een beetje.
beetje. Ben er een beetje voorzichtig mee. Je kan er altijd natuurlijk bloem bij doen als je denkt van nou, het wordt te nat. Nou, die zet ik even daar neer. Wat rozijntjes bij gooien. Kan ook een beetje. Leuk is dat ze hier in Zweden alles rozijnen noemen. Wij zeggen natuurlijk krenten en rozijnen. Ze zijn trouwens hier ook niet te krijgen, de echte rozijnen. Deze hebben we bij een Arabische winkel gekocht. Dus rozijnen. En de krenten noemen ze hier ook rozijnen. Dus het is allemaal een beetje wennen. Nou, dan wordt het een droog geheel. Wat ik dan doe. Dan ga ik verder met de hand. En dan moet het een elastische bal worden. Dat is altijd een beetje gokken. Van wanneer heb je dat nou voor elkaar? Kleeft het te veel? Het moet zo zijn dat je hem op je tafel, op je werkblad kan verwerken. Zonder dat je bloem nodig hebt. Dus we gaan gewoon eerst beginnen met door elkaar werken. Frallers, dat zijn eigenlijk ruwe broodjes. Je kan ze zo groot of zo klein maken als je wil. Ik weet niet hoe je ze in Nederland zou kunnen noemen. Je kan er een halve deciliter melk doorheen gooien als je het wat fijner wil hebben. Nou werk ik niet. Ik heb niet altijd melk. Wij halen melk bij de boer. En dat is niet elke dag. En dan is die melk, omdat die rauw is, vrij snel bedorven. We pasteuriseren hem wel zelf. Maar dan nog kan je hem niet echt een week bewaren. Dus ik doe het gewoon met water. Nou, mijn deeg ziet er ongeveer zo uit. En dat voelt goed aan. Dus dat laatste beetje water ga ik niet gebruiken. Gewoon een kwestie van doorwerken. Kleeft een beetje. Zou je zeggen, jij kneden? Ja. Normaal als ik brood maak, dan kneed ik niet. Kijk maar naar dat recept op mijn YouTube kanaal. En dan zal je merken dat ik dagelijks heel ander brood maak. Maar voor frallers is het wel nodig. Nou, je ziet, ik heb geen bloem nodig voor mijn tafel. Het gaat gewoon prima zo. En dit moet je even 5 minuten volhouden. Het is goed voor je spiertjes. Ik had al spierpijn. Dus in ieder geval, het is nog niet goed genoeg, maar het moet een bol worden die niet aan je handen blijft plakken. Niet te droog. Hij moet wel soepel zijn. Dus dat is een beetje uitvinden. Dus als je 13 milliliter bloem gebruikt en maximaal 5 deciliter, milliliter, 13 deciliter bloem en 5 deciliter water max, dan zit je goed in de verhouding. Het moet niet te droog zijn. Je zal merken hoe meer je kneedt, hoe stugger het wordt. En dan laat het even rusten. Nou, ik vind het wel genoeg zo. Zo. Wat ik nu doe, deze laat ik gewoon zoals die is. Ik kan hem ook schoonmaken als je dat wil, maar het hoeft niet. Ik neem olijfolie. Ik neem een handje vol. Smeer ik mijn handen mee in. Goed voor je huid trouwens. Ik smeer een bol mee in. Zodat hij niet blijft kleven. En dan gaat in de bol. Plastic afdekken. Theedoek eroverheen. Laat het een uur staan of een half uur. Het ligt eraan hoe warm het is in je keuken. Maar hij moet zich minstens verdubbelen. Even mijn handen wassen. Plastic pakken.
Ik ben van het hergebruiken, dus ik heb hier een stuk plastic wat ik al eens eerder heb gebruikt. Dat rol ik gewoon terug op mijn rol. En daar bedek ik hem mee. Ik wil niet echt blijven plakken, maar dat maakt niet zo uit. Het gaat om het niet uitdrogen. Zo, schoon mijn theedoek. Yes. Schoon mijn theedoek. In de tussentijd kan ik je laten zien dat ik brood aan het bakken ben. Dat gaat de goede kant op. Dat is brood met volkorenmeel en gewoon meel. Dat combineer ik. Dat volkorenmeel dat heb ik hier nog niet gevonden in Zweden. Maar dat hebben we uit Nederland mee bij een molenaar. Voor de mensen die het nog niet weten. Ik stook op hout. Oh, er moet wat bij. Dit is fruithout, dat brandt te lang. Maar wil ik die oven heet, echt heet hebben, dan gebruik ik berkenhout. Daar zitten oliën in die veel heter branden. Maar nu heb ik... We zijn een beetje door onze houtvoorraad aan het heen raken. Want het is lente. Hier heb ik nog wel wat berk, maar... Dit is bijvoorbeeld berk. Maar dit is fruit. Dus ik moet het ermee doen. Nou, dan ben ik ook nog ouderwetse grutten aan het maken met onze eigen bramen erin. Echt oude papsoort die ik vroeger vreselijk vond, maar die ben ik opnieuw gaan waarderen. Het is gewoon heel voedzaam, het is gezond. Ik heb hier een beetje proteïnepoeder in, geen suiker. En die bramen maken het zoet. Goed ontbijt. Nou, dan kom ik terug als het brood, als het deeg gerezen is. Indy is van het begraven. Die wil van alles wil die begraven. Nou, bijvoorbeeld dat bordje wil die nou niet eten. En het liefst begraaft hij hem dan ergens in de bank of zo. Dan ga je zitten en dan voel je iets klefs onder de kussens. En is dat vieze afgekloven ding daar. Hé, Indy? Ja, je mag gewoon een raar beest. Je bent gewoon een raar beest. Wat heb je? Wat is dat? Is dat je bordje? Is die van jou? Lekker, hè? Oh, zo lekker, hè? Oh, zo lekker, hè? Ja, zo lekker, hè? Gekke hond. Hallo, lieverd. Hallo, lieverd. Oh, je bent zo braaf. Je bent zo braaf. Oh, je bent zo braaf. Je bent zo lieverd, hè? Zo'n lieverd, hè. Oei, 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 oei. Dat ben ik aan het schilderen. Een tromtuin. Stenen wand. Het kost aardig wat tijd. En heel vaak heb ik niet genoeg licht. Maar met kunstlicht wordt het heel anders. Dus ik wil het gewoon met natuurlicht schilderen. Kijken of ik hem kan inzoomen zonder problemen. Yeah. Dan gaat hij weer. Wat ga je nou doen? Ga je het nou weer verstoppen, je bordje? Maar dat is tegen mijn nieuwe stof aan. Wat ga je nou doen? Dat is toch vies? Dat moet je niet doen. Bah. Gekke hond. Je hebt een hele kale neus ervan. Ja, een hele kale neus heb je ervan. En nou? Wat ga je nou doen dan? Een ander plekje zoeken. Ja, hang hem in je staart. Die broden die zijn goed op weg. Ik laat ze nog even gaan. Mijn oven staat op... Ja, je zou zeggen die staat op 10 graden, maar dat is een tweede rondje wat hij maakt. Hij is dus voorbij de 300 graden gegaan. Alleen, hij klopt niet helemaal. Hij heeft 70 graden te veel, geeft hij aan. 200,
80 staat hij ongeveer. Dat is vrij heet, maar het is een hele grote oven. Dus ik kan er 2 behoorlijke broden in bakken. En dat verwarmt ook de rest van ons huis en ons water. Ik had er net dus nog geen heet water in de kraan, omdat ik net begon met stoken. Dat kost altijd een half uur hier voordat het water een beetje heet is. En in de winter hebben we dan ook nog een pomp aan, zodat het water zich beter verspreidt door het huis in de elementen. En dan duurt het wat langer voordat het douchewater heet is. Maken, want ik heb wel een elektrisch overtje ook, maar die wil ik niet gebruiken. Het brood is bijna klaar met rijzen, maar de frallers ook. Dus ik ga nu de frallers verder klaarmaken. En die gooi ik het eerst in de oven, dan kan het brood nog even doorrijzen. Dus eigenlijk zou het deeg nog verder kunnen rijzen. Maar het rijst in de oven ook nog. Het is flink groter geworden. Dan haal ik het uit de bol. Hop. Geen problemen. Het is iets kleffer geworden, maar nog steeds prima te bewerken zonder dat je bloem nodig hebt. Zo. Dan heb ik een bakplaat met bakpapier. Ook hier, ik ben altijd zuinig. Ik gebruik de papier als het niet erg verbrand is, gewoon nog een keer. Het is helemaal niet verbrand, het is wel bruin geworden. Het heeft maar één doel, dat is te zorgen dat dit niet blijft kleven aan de plaat. Dus je kan een deegsnijder gebruiken, je kan ook gewoon een mes gebruiken. Ik deel het deeg eerst in drieën. Deze 2 leg ik weg. Deze ga ik even ruw uit elkaar trekken. Gewoon een beetje, je hoeft het niet netjes te maken. En dan snij ik het in dit soort ruwe blokken. Nou, dan ga ik mijn blik mee beleggen. Wat zeg je? Zo, dan heb ik, ik weet niet hoeveel ik er heb. Dat is mijn man die denkt dat ik tegen hem praat. Dat kan. Sorry. Deze zijn super lekker zo. Als mini krentenbroodjes. Wat ik meestal doe ermee, het zijn er meestal te veel. Direct als ze afgekoeld zijn, vries ik ze in een zak. En dan haal ik eruit wat we willen eten. Dat piep ik even op in de oven of gooi het even in de magnetron. En dan zijn ze eigenlijk alsof je ze net gegeten of net gebakken hebt. Dus je krijgt dus een beetje een naartje. Dat is ook wel leuk. En je kan ze bestrijken met melk. Of met een melk-eimengsel of met water. Het hoeft niet, je kan het ook gewoon zo laten. Plaatsgebrek. Zo. Nou zou je ze kunnen laten narijzen, maar omdat ik een beetje in de tijdnood zit, omdat mijn brood ook in de oven moet, ga ik ze nu gelijk in de oven gooien. Ik kan ze een beetje met melk bestrijken. Ook met olie of wat je wil. Ik heb iets, maar het is wel koud. Een bakje. Wij gebruiken gewone kwasten van de hobbyzaak voor het bestrijken van deeg. Je kan trouwens ook gewoon met je vingers doen, dat maakt allemaal niet uit.
Eigenlijk hoe ruwer hoe beter in die broodjes. Het is gewoon leuk als ze een beetje ongelijk van grootte zijn. En dan moet je niet te groot verschillen, want anders dan, is de ene te hard en de andere niet gaar. Mijn oven heb ik dus op ruim 300 graden. Of wat was het nou? 270 graden geloof ik. En een hoop ovens redden dat niet, dat snap ik. Zet je oven zo heet mogelijk. 250 graden. En dan bak je ze totdat ze goudbruin zijn. Dat is ongeveer, ik denk een kwartier, 20 minuutjes. Nou, dan gaan ze de oven in. Kijken of ik dat kan filmen voor jullie. Zo. Midden van de oven. Nou, dit is langzaam brandend hout, dus het is wel jammer. Ietsje meer trek erbij. Nou, en dan kan ik de eierbekker zetten. Alleen die is een beetje maf. Soms doet hij het wel, soms doet hij het niet. Zoals nu bijvoorbeeld. Kom. Yay, Coran, hoor, luister. Hij doet het. Mag hij ook nog afgaan, dat zou nog fijn zijn. Nou, dit stukje plastic. Dat is een beetje vochtig geworden. Dat laat ik drogen. Het is niet in aanraking geweest met meel. Dus dat gebruik ik gewoon nog een keer. Waarom niet? Nu is het weer afwachten. Het is nu 10 minuten onderweg. Het bakken. En ze gaan het verdubbelen ongeveer in die oven. Nou is mijn oven linksachter het heetste. Dus ik straks wil ik de plaat even omdraaien. Het kan zijn dat het te hard gaat. Maar ze zien er goed uit. Dus nog 10 minuutjes en dan zijn ze klaar. Dus dat zijn frallors. Nou, en dan gaat het brood gaat er straks direct achteraan. Dat gaat goed. Ik bestrooi meestal mijn deeg met haver of met de zaden. Dat kan van alles zijn eigenlijk, pieten. En dat doe ik omdat het ten eerste lekker is, maar ook omdat het dan niet blijft plakken aan mijn handdoek. Dat is, of aan mijn theedoek. Klein trucje. Kijk waar mijn hond is. Ho? Ben jij daar? Lig je nou te luieren? Heb je vakantie? Ja, hallo. Oh. Ho, ho, ho. Help. Je bent niet dom jij. Gekke Indie. Bijna tijd. Was het een gozertje? Wat doet ze nou? Oh. Wil je niet gewassen worden? Oh. Hij is bang van water. Ik kom alleen maar hier mijn plantje water geven.
Mijn laptop, ja. Maar goed. Die zien er goed uit. Ik heb ze omgedraaid, dus deze zijn het bruinste. Maar het gaat de goede kant op. Hey, Indy. Nou, ze zijn klaar. Niet te hard zijn. Dan gaat gelijk mijn brood erin. Mijn brood gaat iets lager in de oven. Ook weer zo heet mogelijk. Broodbak op 200 graden gaat echt niet. Het wordt gewoon te droog. Het duurt te lang. Nou, een vrouw hoor. Heerlijk. Lekker boter op laten smelten. En eten. Jongens zijn er gek op. Nou. Tot de volgende keer. Ja, ik heb een gekke bril op, ik weet het. Twee flinke broden. Dus een brood per dag wordt er hier gegeten. Dus over 2 dagen bak ik weer. Nou, dan hebben we dus de flowers. En we hebben een verse kaas. Die moet nog gewaxt worden. En het filmpje ben ik aan het verwerken, dus tot gauw.